De Europese Unie is een organisatie die gebaseerd is op het beginsel van de rechtsstaat. Dit betekent dat de lidstaten en de instellingen van de EU de regels waarover zij het samen eens zijn geworden, moeten naleven. Maar wanneer zij het niet eens kunnen worden over de betekenis van deze regels of over de vraag of ze zijn nageleefd, wie beslist er dan? In alle democratische organisaties is dit de taak van de rechterlijke macht. Het Hof van Justitie is de rechterlijke instantie van de EU. Dit hof is gevestigd te Luxemburg en zorgt ervoor dat de EU-regelgeving ten dienste van alle burgers in alle lidstaten en door alle instellingen op dezelfde wijze wordt nageleefd en toegepast. Indien er oneenigheid ontstaat over de betekenis van een EU-regel of over de vraag of die regel geldig is, is het de taak van het Hof van Justitie om opheldering te verschaffen. Bijvoorbeeld, wanneer een nationale rechter niet zeker is hoe hij het unierecht moet toepassen, is het Hof van Justitie er om hem te helpen. En kan het een prejudiciële beslissing, een tussenbeslissing, nemen over de betekenis van het unierecht, zodat de nationale rechter de behandeling van de zaak kan voortzetten. Op deze manier verzekert het Hof dat wij als burgers overal in de EU op dezelfde wijze beschermd worden door het unierecht. Rechtspraak voor 500 miljoen mensen door het Hof van Justitie van de Europese Unie.